Beste Nelly en Huub, van harte proficiat. Het waar om in de oude doos te rommelen en je doopzeel op te lichten. In het verleden, toen Huib de Huzar nog zijn scepter zwaarde in het ver en Bart Meton nog gerietsnijder was in de Biesbos. Janske de Plot, elke zaterdag zette zijn kanon van de kaart naar zijn doel laveerde. En toen de pastoor een keer vroeg, Johannes, komt gij wel eens in slechte huizen, jongen? Wel, meneer pastoor, slechte huizen, non de mejuja, slechte huizen. Als het regent, dan neem ik de paraplu mee naar bed, want anders word ik zeiknat. Ja, toen, heel lang geleden, toen Tante Trui uit Groningen nog Tante Truus werd genoemd.
Toen noemen jou aan voor ons om nog zo fijn de heks van de Betuwe kon vertellen op de Cecilia ter avonden. Toen Jaanske van achter nog gesprevelde voor de verse dooien. Toen Kee begonnen nog met de hondenkarreet. Toen de zware volgeladen wagens van Klein de huizen deden schudden op zijn doel. Toen de veuletjes van Herman Konings nog als verjaardag cadeau werden gevraagd. Toen de pomp van Keizersver nog voerde en pa elke maandag pront daarmee meeging. Toen de Kerkstraat nog Dubbeldamstraat werd genoemd. Toen je met de tram nog naar Oosterhout kon gaan en een treintje pikken naar Den Bosch. Toen Mieke Mouthaan nog een winkeltje had. Toen je nog bij Mie Jespers voor een cent van blad kon krijgen. Ja, heel, heel lang geleden, toen we nog piraten rookten. En toen er nog gewet werd hoeveel krukjes bier je met de verse kermis opkon. Toen er nog met de tor op bedevaart werd gegaan, een bril. Toen er nog drummen zeep werden gehaald bij verschuren aan de boot. Toen de fraters nog in het ver waren. En Moeke Westrien aan te mij als dienvoerder had. Toen werd er op zekere dag verteld dat er ergens in de buurt bij Wieriga op de Kaant twee ooievaars hoog in de lucht rondvlogen. En ze konden hun weg maar niet vinden. Totdat op een gegeven moment een van hen naar de richting Den Bosch vloog. En waarachtig naar de rand werd verteld bij Bakker van Erp, een lid, daar was de ooievaar neergestreken. En die een andere, die vloog recht naar zijn doel en streek neer op het dak bij de zoon van de beurtschipper, Hubert van Strien, die niks van het water moest hebben en die maar aan de wal is gekomen en nu de winkeltjes afloopt. En daar... werd ons klein Huubke gebracht, die naderhand als Huubke van Huiberden bekend stond. Dat was heel, heel lang geleden. Maar dagen, jaren vliegen als een schaduw heen. Huubke werd Huub en van de lagere school gingen naar de ruwe merg. Ja, hij voelde eerst nog neiging naar het seminarie te gaan. Maar daar heeft hij toch maar een vlucht van afgezien. En achteraf is het wel gebleken dat hij liever naar het klooster ging waar twee paar schoentjes onder het beddeken staan. Van student werd hij soldaat. Van soldaat sergeant. En niet te vergeten menagemeester. Die snert in de keuken bij hem om van te snoepen. Maar Huub had nog veel meer ambities. Hij had een muzikale aanleg. Ja, als pianist heeft hij het te danken dat hij met zijn Ketsheuvelse mars een kasteleindochter aan den haak heeft geslagen, die hij tot heden toe nog altijd stevig heeft vastgehouden. Huub hield van het spelletje munt en kruis. Indien munt, dan maar naar Breda. Indien kruis, dan maar naar Os. Ja, Huub hield van verandering. Op elk reske een ander meske. Op elke baan een andere wagen. Van twee deurs op vier deurs, van Ford op Chevrolet. Van zakenman naar kippenboer, van kippenboer naar autoverhuurder. Hij heeft nooit die uitdrukking schoenmaker blijft bij je leest heel goed begrepen. Maar met het al, met al die schommelingen op de levenszee, heeft hij het toch maar bereikt om vandaag
veilig en wel in de haven 25 jaar getrouwd te stomen. En nog wel in blakende gezondheid. Trots als een pauw met zijn vrouw Nelly op de brug en met armies van 7 matroosjes om te stelen. Jammer genoeg heeft hij 1 matroosje tijdens de vaart op de Levenszee af moeten geven. Maar daar zouden we niet erg over treuren. Ons Pieterke is van matroosje nu een engeltje in de hemel. En vandaar wenst hij vandaag zijn ouders proficiat. En hij zal ervoor zorgen dat ook eenmaal zij veilig mogen landen in de hemel op de avond van hun leven. Ons Huubke zag er altijd graag netjes uit. Zijn buitenmodelspakske toen hij soldaat was, stond hem als gegoten. Bij Vrienis de Kapper ging hij nog laat in de avond om zijn eigen te laten scheren. Ja, toen Maaike Snijers nog steeds met zijn hitje klokslags 10 uur 's avonds van de kant af kwam zitten, toen had Huub alle wagen. Toen Kees van der Maden nog steeds met zijn Tilbury en altijd fijn verzorgd paard vlees kwam brengen op zaterdagmiddag bij Moeke, toen had Huub al een grote slee. Toen Stenis uit Drimmelen met zijn autoke en met zijn lekkere verse witte brood s'avonds heel laat nog bij ons kwam, zat meneer Huub met zijn glancé handschoenen achter het stuur van pa's grote Chevrolet. Ja, Huub had ambities. Want toen hij zag hoe vrouwke Zwart nog altijd voor een pakske pudding kwam, en toen andere mensen uit de Stierensticht elk ogenblik van de dag konden aanbellen, toen tante Jantje haar kinderen elke morgen voor dag en dauw naar Moeke stuurde om een pakske bleuband en een olske kees, toen dacht hij, als ik straks de baas word, dan zal het wel anders worden. En dat is ook zo geworden. Hij heeft heel wat veranderd. Neem bijvoorbeeld onze oude keuken. Keuken, waar zijt ge gebleven? Oh, als ik daar nog aan denk, onze oude keuken, zo groot dat je kon rondschaatsen. Een keuken met een aanrecht waar een hele Sinterklaas etalage uit kon stallen. Een keuken met een grote fornuiskachel waar je zo lekker in kon warmen, 's winters als het voor. En waarin je de boter kon laten smelten die zo hard was als een steen. Keuken, waar ben je gebleven? Met de grote leunstoel in de hoek, waar Moeke altijd haar dutje in deed en kousen stopte. Keuken, met de grote brandkast, waar vader altijd, als hij van de baan kwam, zijn geld in stak. Een keuken met een hele grote keukenkast en nog een klein kastje daarboven, waar de schouders en de hammen en de grote worst hingen 's winters. En de Paulus Potter sigaren van vader om te drogen. Keuken, je bent gekortwiekt. Ze hebben je gehalveerd. Ze hebben je voor opslagplaats gebruikt. Jij moest het onderspit delven. Jij, keuken, werd geannexeerd aan de winkel.
toen haastig nog haastig was, was keuken nog keuken. Maar toen haastig geannexeerd werd en groot vlijmen werd, werd jij van oude keuken een stuk winkel. Ja, we hoeven er geen doekjes om te wikkelen. Huub was en is nog steeds onderhevig aan veranderingen. Maar één ding, zijn smaak is tamelijk stabiel gebleven. Ik heb hem nooit anders gekend als dat hij graag een bord met aardappelen had, welke zwemde in het vet, een heerlijk bordje snert, en dan natuurlijk zijn gehaktbol. Gehaktbollen en gebraden haantjes, dat was zijn lust en zijn leven. Wat zoetigheden betreft, daar kon je hem heel weinig mee trakteren. Op zijn hoogst een tompoes. En daarnaast natuurlijk zijn eigen poesje Nelly, waarvan hij reeds 25 jaar heeft gesnoept.